Het weerbericht van Gerrit wordt u aangeboden door houthandel het anker in Ulft voor alle tuinideeën met hout. Hout, hout, hout. Houthandel het anker op industrieterrein de Hoge Kamp in Ulft. Oktober werd het goed ver met ons. Want we hebben al een aantal zachte dagen. Er vielen ze nou en dan ook wel wat te regen. En wat dagen kon het ook goed doorregen. 30, 40 mm is er nou een beetje gevallen in de achterhoek en de limus. Ja, in deze week en ook vandaag. Zacht weer, de zon was er in de ochtend nog wat bij later, wel wat meer bewolking. En er viel hier en door enkele beuien, maar de meeste beuien trokken wat over het Duitse grondgebied. Ja, een temperatuur van 19 graden, nou dan heel, heel mooie temperaturen voor deze dag. Want vanavond en ook komende de nacht is het wisselend bewolkt, er zijn ook wel opkloringen, kult af naar een gaatje of elf. Ook een heel mooi plaatje. Bomen op de Veluwe met uh, de zonde Nou, is ook een beetje het beeld wat we uh, hier uh, zullen kunnen maken. Maar wil je ook een foto opsturen? Dan kan een foto wit. Ja, we start hier op de Paasberg uh, in het borg. ook altijd een hele mooie plek. Je uh, kijkt je dan zo mooi over de weilanden heen en vooral nou de herfstkleuren komen daar weer aan. Als je daarachter kijkt, dan zie je de bomen ook al met het uh, gekleurde blad en met een beetje zon erop. Ja, een mooi plaatje kun je eigenlijk niet vinden. En de temperaturen morgen ook al in vorm met een graad of 18. Wel uh, wat meer bewolking in de middagperiode, maar de kans op buien is erg klein. En, uh, in de nacht naar de zondag dan hebben we een graadje of 10, 11, is het ook niet koud, blijft het dreug. En zondag of dag hebben we ook een wind die wat meer zuurlijk gaat worden en daarbij uh, zal de temperatuur oplopen naar 19 tot 20 graden. De kans op een bui wordt wel iets groter eind van de dag, maar over het algemeen hebben we prima weer in het weekend. Dit weerbeeld wat we zondag hebben, halen we ook naar het weekend morgen naar dinsdag. Vallen er ook nog wat buien, vooral maandag. De uh, temperatuur is wel in vorm, 19 tot 20 graden, begin van de week al. Maar de rest van de week, vanaf woensdag, hebben we toch een aantal droge dagen. En het er prima uit. Heel veel mensen hebben ook herfstvakantie. past ook mooi erbij. En hij uh, de nou, goed weer bij. Ik wens iedereen een prettig weekend en een goed gaan.